Zo. Nou, de eerste vraag die ik u wilde stellen is, hè, de aanleiding is vandaag dat, dat die hele grote fabriek over de kop is gegaan vorige week. En dat heeft zo'n verband met de graanprijs. Is dat iets wat alleen die grote jongens merken of merkt u dat ook? Nee, ook wij zijn daar heel erg mee bezig ook geweest de afgelopen tijd. De graanprijs wordt vaak één keer per jaar vastgesteld, meestal als er nieuwe oogst komt, zeg maar. Dus in augustus, september hebben wij daar last van gehad. En nu wij zagen de prijzen van de graan zagen met 30% stijgen. Waarbij, dat hebben we nog gelukkig een gedeelte kunnen combineren, corrigeren. En onze uiteindelijke grondstofprijzen zijn ongeveer 10% gestegen. Goed antwoord. Dat is wat ze uiteindelijk. We kunnen meteen wel door naar het tweede deel van het verhaal. Waarin verschilt uw brood van dat brood wat nu plofbrood wordt genoemd? Hè? Ja. Waarom is uw brood geen plofbrood? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, wij zijn altijd heel erg bezig om het brood smaak te geven. En hoe kun je dat doen? Dat kun je doen door onder andere door goede grondstoffen te gebruiken. Vaak wat duurder. Aan de andere kant kun je er ook voor zorgen door tijd te geven. Het brood tijd geven zorgt ervoor dat het meer smaak en aroma krijgt. En dat betekent op dat moment dat onze doorlooptijd, zoals we dat noemen, dus onze rijstprocessen, veel langer duren als bij bijvoorbeeld een plofbroodbakker. En vandaar dat je daar toch wel ook een smaakverschil in constateert. Dus datgene wat er bij ons uit de bakkerij vandaan komt, of dat brood wat soms in de goedkopere supermarkten te vinden is. En waar gaat die tijd dan in zitten? Ja, die tijd gaat voornamelijk in de bereiding zitten. Dus het is langer onderweg om te rijzen. Zijn aroma te krijgen door de gisten en de suikers die erin zitten. En ons brood is langer onderweg om van bloem en water te komen tot uiteindelijk eindproduct wat de consument kan eten. En daar zijn we een langere tijd mee bezig. Ik stel me zo voor dat het ook nog iets van de menselijke hand, we zien hier mensen rondlopen die de hele tijd bezig zijn, dat het ook iets met de menselijke hand te maken heeft. Ja, dat klopt. Wat je nu gewoon heel erg merkt is dat wij zijn natuurlijk voortdurend bezig om te corrigeren datgene wat de meelfabriek maakt. Dat betekent dat wij elke moment bezig zijn om te proberen het beste brood te maken. Wat je vaak ziet natuurlijk in de grotere bakkerijen, is dat daar staat een operator die drukt op een knop en die zegt van ik ga nu weer de volgende deeg beginnen en op het moment dat het klaar is, dan is het voor mij gedaan. Bij ons, wij zijn voortdurend bezig om te controleren, om te kijken of ons bloempercentage aangepast moet worden of het waterpercentage aangepast moet worden. Wij zitten er voortdurend met onze handen nog aan om maar te zorgen dat wij het beste mogelijke brood kunnen maken elke dag weer. En vandaar dat wij ook met meer mensen moeten werken om hetzelfde aantal broden te maken. En dat betekent dat uw brood iets duurder is? Dat betekent dat ons brood altijd in de verhouding dan wat duurder is. En dat wij natuurlijk met veel meer vakmensen en mensen bezig zijn om het beste product te krijgen voor de consument. Stel nou dat de Lidl bij u aankomt en zegt, nou, we willen wel een order bij u plaatsen, maar dan moet het wel heel veel goedkoper dan. Nou, dat lukt dus helaas niet. We hebben op een gegeven moment een bepaalde inkoop en een bepaalde verkoopprijs. Je hebt een bepaalde tijd dat je ermee bezig kunt zijn om een product te maken. Wij kunnen niet meer knabbelen op de prijs die wij voor een supermarkt of een Lidl vragen. Omdat wij op een gegeven moment, we hebben gewoon een aantal werk, we hebben een gebouw staan, we hebben energie te betalen, we hebben de belasting te betalen. Dat betekent op dat moment dat wij een bepaalde prijs nodig hebben. Wij zijn zo kritisch mogelijk om te zorgen dat wij zo laag mogelijke prijzen vragen aan de consumenten, aan onze klanten. Maar ja, wij moeten ook leven. Dus wij hebben ook een bepaalde prijs nodig voor het product. Ik vind het een heel goed verhaal verteld. Duidelijk en ook kort. Gelukkig. Ja. Hebben we nou nog wat overgeslagen? Volgens mij was dit zo'n beetje het hele verhaal, hè? Je hebt alles verlicht. Ja, dat is een goed verhaal. Ja, zeker. Allemaal. Weer suikerbrood? Weer suikerbrood? Vorige week had je ook een keer suikerbrood gemaakt. Is dat reclame? Ja, goed zo. Gelijk even. 1,6% werkoverleg. Ja. Nou, zoutpercentage van 1,6%, hè, toch? Noemen we? Ja. Niet te veel, want anders dan. We moeten natuurlijk met ons zoutpercentage omlaag. Ja. Een bakje. Oh, ga je nou weer doen? Dat hoort er wel bij? Oh ja. Krentenbrood, ik dacht dat je suikerbrood ging maken. Twee gram te weinig, hè, zou je wel? Ja, daar verdienen we wel op. Dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Het is nog koud. Ben ik aan het draaien? Ben je aan het draaien? Ja.
5 seconden, 4 seconden, 3 seconden, 2 seconden. Minuut 18 zie je. Kunnen we misschien even naar het ruitje toe gaan, even door het ruitje. Ja, perfect. Ja, ik ben heel proof van jou. We zouden we zo even laten. Wat ver onder? Wat? Wees je weer? Ja. Ik doe deze aan nu in de middag. Chocola. Oh ja, dat is het dus ook. Ja, dat is het. Nu wordt het deze. Wat is het?
de bakker heeft geblazen, de bonnen worden geblazen. Ja, in principe zijn we nu aan het suikerbrood aan het afmeten. Er wordt een stukje wordt afgemeten, opgebold. En dan gaan we de rijstkist in, gemiddeld 35 minuten. En aan de andere kant pakken we ze straks uit, vouwen we hem op tot een suikerbroodje. Daar maken we een mooie bol van, dan gaan we een suikerbrood van maken. Ja. De bollenkast. De bollenkast, daarin geven we het deeg de tijd om te ontspannen. Kan er alvast wat smaak en aroma worden gevormd. En dan ongeveer een half uur, afhankelijk van het product, dan een half uur komt het eruit, kan de volgende bewerking ondergaan. Ons eigen busbrood, waar we sneetjes brood van maken, dat gaat hierna nog een keertje altijd de bollenkast in. Dus dan kan er nog een keertje 40 minuten de tijd krijgen om smaakstoffen te ontwikkelen. Ja. Dit is de bollenkast. Hierin worden onze deegstukken, krijgen ze enige tijd de ruimte om smaakstoffen te ontwikkelen, zodat we een heel lekker product krijgen. Kort genoeg? Ja.